wij vandaag zo talrijk opgekomen zijn, bewijst dat gij in ons nog veel vrienden hebt die u in de herinnering willen houden. Vandaar ook dat wij op een schare medewerkers hebben mogen rekenen om dit huis in te richten zoals u het vandaag vindt. Dit huis is aan u gewijd. U hebt er ook veel materiaal voor bezocht, archiefmateriaal, waarvoor wij u danken. Wij van onze kant beloven dit huis dus zoveel mogelijk te verzorgen en voor het Ronsense publiek en voor de toeristen en de mensen die we kennen open te stellen. De vrienden die hier gekomen zijn vandaag, zo talrijk, zijn niet gekomen om een lange toespraak te horen, maar wel om te kijken en te bewonderen. Ik heb enkele verontschuldigingen die ik toch niet mag nalaten te vermelden. Dat is de burgemeester van Oostende, de heer Julien Hoekink, de heer Makelbergen, schepen van de stad Oostende, en mevrouw Verkruijs Hagebaard, schepen van de stad Oostende. Meneer Makelbergen is op reis in het buitenland en de heer Hoekink en mevrouw Verkruijs die zijn ambtshalve in Gent in Oostende weerhouden. Monsieur et madame de Maarschalk, ce sont des liégeois qui habitent à Ostende. Madame Bertha de Zutter, la première reine des Bommels. De heer Guy de Vos, voorzitter van de Raad der Bommels. De heer Aimé Lombard, bayardier van Brugge, die tevens de ontwerper is voor de restauratie van onze bayard, maar die vandaag met de monumentendag op 7 verschillende plaatsen een concert moet geven. Monsieur Leopold Kruchten, homme de culture du Grand Duché de Luxembourg. De heer en mevrouw Maurice Jouret, madame Albert Cambier, de heer Armand Alters, wegens gezondheidsredenen, oud-leraar aan de accordeonschool, en de heer Gustave van Balberg, die op reis is in het buitenland. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous les membres du comité et les collaborateurs occasionnels pour l'aide qu'ils ont apporté à l'élaboration de cette exposition et de ce musée. Ik ga nu niet langer trekken. Ik dank u allen voor uw komst. En ik wil nog tevens de aanwezigheid hier beklemtonen van het Schepencollege en van de heer minister-senator voor de hulp die zij ons steeds brengen en hopelijk nog zullen brengen in de toekomst. Dan mag ik nu aan Efrem vragen om het lint door te knippen. Het lint dat hier aangespannen is, het hekken dat gesloten is door de juffrouw Bercé en de schaardrager is ook een Bercé. Dat is Baptiste. Voilà.
Mama en papa, en dat allemaal. En dan de kleding.